Hoi Damian, leuk dat je er weer bent bij de voorbeschouwing voor de wedstrijd tegen KCC. We gaan natuurlijk eerst terugblikken op de wedstrijd tegen DVO. Mooie overwinning. Eerste helft stond Fortuna al best wel aardig voor. Ja. Wat zeggen jullie dan in de rust om de focus er weer op te houden in die tweede helft? Nou, we liepen de kleedkamer in en ik zei tegen Art, het is geen tijd voor complimenten, ondanks dat dat wel zo voelde. Daar gaan we over het algemeen in de rust wat minder goed mee om. En we zeiden eigenlijk dat we vooral door moesten gaan zoals we in de eerste helft aan het spelen waren met dezelfde intentie. Met dezelfde intensiteit, dezelfde plan. En wij vonden eigenlijk dat het verdedigen nog wel een klein beetje beter kon. Dus we kregen uiteindelijk nog best wel wat goede kansen. Dus daar hebben we eigenlijk op gehamerd. En we hebben een paar kleine accenten met beide vakken nog een beetje recht gezet. En dat pakte goed uit. Heerst er ook nog een beetje revanchegevoelens van vorig jaar tegen DVO? Nou, ik denk niet per se revanche. Maar ik denk wel dat we vorig jaar natuurlijk in die derde play-off het gevoel hadden dat we geen kans maakten. Dus Art en ik hebben in ieder geval de wedstrijd nog eens teruggekeken van wat we daar dan van kunnen leren en wat konden we nog toepassen. Maar niet echt revanche gevoelens, dus we hadden meer nodig dat we wonnen. Want als we niet zouden winnen, dan hadden we een probleem. En wat vonden jullie dan het voornaamste verschil met die laatste wedstrijd van vorig jaar en dit jaar qua spel? Ja, ik denk dat wij kansen die we creëerden ook daadwerkelijk afmaakten. Dus in de eerste helft maakte Daan er een hele berg en heeft Nick hem mooi meegescoord. Tweede helft maakt Fleur er een hele berg. Ja, dat hebben we gewoon de vorige wedstrijd, die derde play-off, niet gedaan. En we speelden met zo'n hoge intensiteit. Ik heb het gevoel dat wij met veel hogere intensiteit speelden dan zij. Met de mindere seizoenstart moeten we natuurlijk bijna elke wedstrijd winnen nu. Ja. Is dat gevoel van elke wedstrijd de finale juist een beetje bevrijdend? Of hebben jullie je extra druk daardoor juist? Nou, dat is wel een beetje extra druk. Maar dat is denk ik voor het team ook wel goed. Omdat ik denk dat er een aantal in spelen die ook al veel hebben meegemaakt. In het verleden al veel hebben gewonnen. Dus ik denk dat het goed is dat we wat druk voelen. Want daardoor voelt iedereen de urgentie. En gaan we toch denk ik net een tandje harder. Nu na een wedstrijd als DVO waar we een beetje wat meer de underdog zijn. Een uitwedstrijd tegen KCC waar we juist wat meer het spel moeten maken. Ja. Brengt dat een andere dynamiek in de groep voor zo'n wedstrijd? Nou, dat is zeker anders. Omdat je toch een beetje aanvoelt van hey, KCC doet het gewoon minder in de competitie. En wij doen het op dit moment hartstikke goed. Dus dan wordt er verwacht dat je gaat winnen uit bij KCC. Dus dat vergt echt wel weer wat anders. Dat betekent eigenlijk dat je het zelf moet brengen. Je moet eigenlijk met dezelfde hardheid spelen als dat je al deed tegen DVO. En dat is moeilijk om dat soms van jezelf uit jezelf op te roepen. Maar daar hebben we het vandaag over gehad. En dat gaan ze brengen dit weekend. Wat vind je de speerpunten van KCC? KCC? Nou, wat ik knap vind van ze is dat ze uiteindelijk over alle schijven wel kunnen scoren. En dat ze uit alle hoeken en standen scoren. En dat vind ik knap. En ze hebben een paar mensen die spelen die heel erg handig zijn. Zoals Randy Oosting en Laura van der Linden. Ja, die maken veel goals voor hen. Dus wij gaan proberen om dat zo goed mogelijk te ontregelen. En hoe ben je dan van plan om dat een beetje te ontregelen? Nou, eigenlijk op de, zoals we zouden kunnen zeggen, de Fortuna manier. Dus wat wij continu eigenlijk doen is heel veel druk zetten op de tegenstander. En ze daarmee dwingen in een aantal fouten. Of uiteindelijk zorgen dat we in balbezit weten te komen. En ik vind dat we met veel discipline moeten aanvallen. Dus aanvallen lang moeten maken. Zorgen dat we de beste mensen weer in de goede positie weten te krijgen. Eigenlijk wat we de afgelopen weken al doen. Maar het begint met een hele strakke verdediging. Dan komen we denk ik niet in de problemen. Oké, tot slot. Afgelopen wedstrijd hoorden we de SVF weer een beetje. Ja. Wat doet dat met jullie, de steun van Dal? Ja, heel erg veel. Dus als je ook hoort hoe de spelers daarmee omgaan. En de spelers hoe ze dan echt even kunnen juichen met de SVF. Ja, dat is geweldig. Dus wat we echt nodig hebben zijn de supporters die ons elke keer weer komen steunen. Uit of thuis. En het is gewoon nodig dat we samen met hen kunnen vieren. Dus zorg dat je er weer zo snel mogelijk bij komt. Ook weer met de thuiswedstrijden. Yes, oké, dankjewel. Super, dankjewel.